op naar het omhoog schaatsen nu. We staan, per slotverrekening, op de Van Berg. Ja, de eerste echte test omhoog schaatsen. Met Pim Schipper en zijn broertjes. Schipper nummer 4 vorig jaar op het NK. Het piept en het kraakt bij Schipper. Nuis probeert het verschil te maken, maar het lukt niet. Het verschil is te klein en Schipper kan met de arm omhoog. Want staat voorlopig eerst in het klassement. Wat gaan we vandaag doen? Omhoog skieleren. Ja, eindelijk. Ja. Het wordt nu toch wel een beetje echt, hè? En het is niet zonder gevaar wat hier gebeurt. Want Pim, jij bent lange baan schaatsen. Jouw trainer Gerard van Velden zei... Je mag niet meedoen. Ja, nee, die vond het veel te gevaarlijk. Ja. Ja, en toen heb jij je jongere broers gebeld. Ik heb nou iets leuks voor je. Ja, heb ik gezegd, ja jongens, ik heb geen tijd. Maar de jongens die hebben best wel zin, dus we gaan ervoor. En wat heeft dan jullie voorkeur? Hè? Pelotonstaat, 1 tegen 1 of een tijdritje? Nou, je kan je volgens mij wel met z'n 20. Deze weg is wel wat smallig. Inhalen starten. En als de berg lang genoeg is, dan zal je vanzelf wel het fysieke onderscheid krijgen. Maar het is wel voor de specialist. Het is wel mooi als je met 20 man achter je als eerste boven weet te komen. Ah, dat is toch mooi, man. Ja, hey. En daarna bolletjes pakken aan, hè? Ja, en dan ga je in de bolletjes. Tuurlijk, ja, ja. Nee, dat is zwart. Afloop de derde helft. Daar droom je als kleine jongen van. Ja. Hey, zijn jullie er klaar voor? Want dan gaan wij gaan voorop rijden. Ik dacht van wel, meneer. Rijders klaar! 3, 2, 1, start! Kom op, rijden! Kijk daar heen. Hij heeft een mooi gezicht, man. Kom op, rijden! Wow, ze zitten echt kapot nou, man. Nu al? Ja, tuurlijk. Maar ze blijven dan wel slag maken. Dit is fantastisch gezien, zit. Er zit iemand achter op de fiets. Dat is Pim. Geweldig. Kijk, hij nummer 1. Ja? Ik weet niet meer wie nou is, joh. Met die GoPro op de sky. Ja, maar er is nog niemand meer een GoPro op. Ietsje harder, Frank. Ietsje harder. Er komt een eindsprint. Dat is echt heel spannend. Hier gaat het weer omhoog. Het is echt geweldig, ik wil de visie niet, joh. En de winnaar. Wat? Yes. Yes. Tolerantie. Spannend. Dat zag echt fantastisch uit. Nee, dat was echt fantastisch. Ja, maar ik had jullie het idee dat het zwaar was. Zo licht uitgedrukt. Zelfs de fiets is zwaar, joh. Echt? Ja, man. Hey, maar heel even, wie heeft er nou gewonnen? Hè? Want dit was echt fucking spannend. Dat was echt een eindsprint. Nou, daar zijn beelden van toch. Ik denk dat we wel even terug moeten kijken. En gelijkspel. Hey, maar hoe ging het? Want je maakte nog wel een slagen, echt, hè? Ja. En ik denk, verdomme, yes. Vol omhoog, je probeert. Je voelt het tegenslaan, je zuurtolerantie. Zat je slecht in je lactaat? Ik zat zeer slecht. Op een gegeven moment heb ik ingehaald. En toen was het enige maar oké. Niet meer aan mezelf denken, maar gewoon volgen. En zien dat ik het volhoud. Nou, en dus met nieuwe spanning dit, man. Dat is gewoon ingehaald. En ik denk volgen. Ja, dit is niet zo. De berg in tappen. Kan nu even uit de wind zitten. Je moet gewoon die zwaartekracht omhoog. En dan... waar voel je het meest? Welke spieren worden het meest belast? In de benen voel je het, maar op een gegeven moment ga je lichaam weer ook zo bewegen. Ik heb ook hier echt gewoon verzuring. Een hele zware inspanning. Jij bent ook helemaal naar de kloot. Voor mij is het zo van fietsie. Ik ben er gewoon dikke minuut mee bezig. Maar jij hebt wat cijfers op van hun, hè? Ik heb de Garmin erop gezet. Ja? En ik zie net gewoon dat die... Het is 1 minuut 7 dat ze erover deden om naar boven te gaan. Ja? Op 363 meter. De snelst geschaatste tijd tot nu toe op de Van Berg. Dat is een record! Ja, yes. Netjes hoor, ja. Maar zien jullie het ook voor je nu? Denk je van ja, als het straks op schaatsen is... Hè, zou dit in potentie een berg zijn waar we ijs op moeten leggen? Deze berg? Hij is nog ik vind hem bijna te stijl. Vind je hem te stijl? Jeetje, ja. Ja? Nou ja, het is ook al weer, dan wordt ook al echt het kaf van het koren gescheiden natuurlijk. Ja. Zo is het ook. Ik vind hem heel pittig. Het is ook wel moeilijk met passeren. Dat maakt het ook wel spannend. De bedoeling dat Sven Kramer dit weer wint. Er moet een andere winnaar komen. Zo is het. Er moeten gewoon nieuwe winnaars, nieuwe discipline. Ja. Hij moet gewoon spectaculairder zijn. En als het echt goed stijl is, dan gaan mensen het ook voelen. Dan voel je die emotie door je tv-scherm komen, zo van, oh man.